ongelooflijk wat er nou weer naar buiten is gekomen. De Haagse Assouna Moskee is gewoon het slachtoffer geworden van een discriminerende fraudejacht van de Belastingdienst. En het is niet de enige moskee waar dit bij gebeurt. Wat blijkt? De Belastingdienst controleert giften die mensen doen aan moskeeën, merkt moskeeën aan als potentieel frauderisico en nog meer van dat soort discriminerende en moslimhatende drek. En ik vind dat dat moet stoppen. Ik vind dat de onderste steen boven moet en ik stel daarom kamervragen. Want het kan niet zo zijn dat alleen maar omdat je een moskee bent, of omdat je vrijwilliger bij een moskee bent, of omdat je een islamitische instelling bent, je door de overheid gewoon kapot wordt gemaakt. Dit is nog niet het laatste wat wij hierover zeggen. Volg het, wij gaan hiermee aan de slag.